Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier op Thomas Opent met Heaps of Hops. Een tijdje geleden heb ik van Dutch Beer Geek een mooi biermail gehad met vier mystery beers, maar ook drie bieren van Heaps of Hops. En Heaps of Hops die heeft eigenlijk een missie, bier brouwen met een laag alcohol. Ze komen uit Amsterdam, ze brouwen nou als goed is sinds 2016, als ik me niet vergis. En ja, dat is hun missie eigenlijk, gewoon lage alcoholbieren. Laten zien dat je met goede ingrediënten en de juiste smaakprofielen, zeggen ze dus dat je een goed smaakvol bier kunt krijgen zonder dat je nou meteen veel alcohol nodig hebt. Nou, op zich een hartstikke mooi doel en laten we wel zijn, een paar van de mooiste bieren die ik ken, zijn inderdaad bieren van een laag alcoholpercentage. Het is alleen wel tricky, want alcohol is een soort van smaakgeleider. Ook om een hoog alcoholpercentage te krijgen, heb je natuurlijk dingen als meer mout nodig. Meer mout, dat is met meer suikers, is uiteindelijk met de juiste moutsoorten, is bijvoorbeeld ook weer veel meer smaak. Intussen zit de kat ergens op de achtergrond ergens mee te spelen, dus af en toe zul je wat geluid horen. Ja, meer smaak, bijvoorbeeld Imperial Stouts, hoog alcoholpercentage. Nou, waarom zijn die vaak zo lekker? Verschillende moutsoorten, geroosterde moutsoorten, chocomout, dat soort dingen, karamout, krijg je van die hele mooie diepvolle, intense smaak. En omdat je er veel van gebruikt om meer suikers te krijgen, krijg je dan ook gewoon lekker veel smaak. Nou, daarom heb je gewoon over het algemeen, omdat het ook een goede smaakgeleider is, zijn bieren met een hoog alcoholpercentage vaak gewoon inderdaad erg lekker. Maar dat betekent niet dat ze met een laag alcoholpercentage niet lekker zijn. Nou, welk bier hebben we nu? Het is de Heaps of Hops Bjorningen Bohemian Pale Ale. Nou, Pale Ale betekent dus vaak gewoon inderdaad een lichte bier met inderdaad veel hop erin. Net, ja, ik vind dat tegenwoordig de lijn tussen India Pale Ale en Pale Ale wordt steeds minder. Ja, simpel logo, simpel etiket, maar het doet wat het moet doen. En het gewoon heel duidelijk, het is geen bullshit en dat kan ik wel waarderen zoals je kunt zien, 3,5%. De hopsoorten die gebruikt zijn Magnum, Amarillo en Zaas. En als ik me niet vergis is Magnum voor het brouwen gebruikt en Amarillo en Zaas voor de dry hopping. Ja, 55 ABC kleur, dus best niet een heel licht bier blijkbaar. En 24 IBU, dus licht bitter. Maar ik ben persoonlijk wel benieuwd, ik hou wel van die laag alcohol biertjes hoor op z'n tijd. Als je een keer zegt, ik wil wel wat lekkers drinken, maar ik heb geen zin om ladder zat te worden. Of je zegt gewoon, jongens, ik moet over een uurtje moet weg, ik moet rijden, maar je denkt, ik wil nog wel even iets drinken. Nou, 3,5% is ook natuurlijk heel snel uit je systeem. Het is inderdaad een heel mooi, beetje roodbruinig bier. Een beetje mooie karamelkleur. Met inderdaad een licht beige, bijna kakiachtige, flinke schuimkraag eigenlijk nog wel. Het ziet er helemaal niet verkeerd uit. Als je hem zo ziet, zou je helemaal niet zou je gewoon zeggen, ja, dit ziet mooi smaakvol bier. Doet geen afbreuk aan het uiterlijk, dat lage alcoholpercentage. We gaan gewoon mooi meteen door naar de neus en eens kijken wat hij daar doet. Want we beginnen altijd bij kijken. We gaan daarna door naar ruiken. Oké, ja. Fris, hoppig karakter. Je kan zien aan de wat donkere kleur, karamout. Dus is een donkere moutsoort gebruikt. Dus er komt een wat intensere karamelgeur ook wel naar voren. Met inderdaad een mooie hopbitter. De hopprofiel is niet explosief. Dus het is niet dat je denkt van jongens, ik zwem in één keer in ananas. Of ik word overdonderd met perzik. Maar er zit zeker wel een mooi fruitig element aan. Een beetje lichtbloemig ook wel. Een beetje citrus. En heel in de verte iets dennigs. Nou, helemaal geen verkeerd ruikend bier. Dat is het probleem zeker niet. Maar goed, met goede agressieve dry hopping kun je natuurlijk een hele mooie neus creëren. Maar hoe gaat het dan met de smaak? Is de smaak nog steeds goed aanwezig? Er staat niks over dingen als, even kijken, water, gerstemout, hop en gist. Er staat niks over tarwe of haver. Wat nog wel eens in die lage alcoholbieren gebruikt wordt om een wat stevige body te geven. Dus ik moet eerlijk toegeven, ik ben licht angstig dat hij een beetje waterig zal zijn. Maar goed, ik neem niet om daar achter te komen. Dus ik stel voor dat we eens even gaan proeven. En dat is Beer Geek, Gerben. Thanks, maat. Cheers. Oké, nou. Hm.
het mondgevoel is echt heel teleurstellend. En teleurstellend is een groot woord. Het is wel heel dun. En de neus die is best heavy, best flink, stevig. Mooi aanwezig. En dan had ik het fijn gevonden als er wat steviger body tegenover stond. Ik zal even het glas wat wegdraaien, want dat is van een heel andere brouwer. Maakt op zich helemaal niks uit natuurlijk. Door een beetje rond te draaien krijg je meteen trouwens wel weer een hele mooie schuimkraag. De schuimkraag blijft over het algemeen best goed hangen. Ook een goed teken. Dus dat op zich. Oké, dus we hebben meteen even het zwakste punt helemaal weg. En dat is dat hij gewoon een ontzettend lichte body heeft. Heel licht mondgevoel. Jammer, maar ik snap ook waarom je het niet doet. Want zodra je met dingen als meerdere moutsoorten wil gaan werken, wordt het natuurlijk ook een duurder bier. En als jij een goedkoper alternatief wil bieden voor smaakvolle bieren, of niet zozeer goedkoper, een lichter alcohol bier. We gaan de zin even overnieuw beginnen. Als je een bier wil aanbieden met een lichter alcoholpercentage, dat goed door te drinken is, maar ook de keuze moet leuk zijn. Je wilt het betaalbaar maken. Ik heb geen idee wat dit bier precies gekost heeft. Ik heb hem dus gekregen van Gerben. Ik kan me niet voorstellen dat het een bier is dat 6, 7, 8 euro gaat kosten. Wil je het bier brouwen dat er dus meer body in komt en je gaat werken met dingen als tarwe en haver, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal ook wat duurder. En dan zullen mensen toch sneller geneigd zijn, oh, als het duur is en maar laag alcohol. Ja, de doelgroep wordt dan select. En je wilt de drempel laag houden. Dus dat snap ik. Het is alleen, ja, het is wel jammer. Dat even daar gelaten. Puur de smaak zelf. Heel hoppig. Veel hop. Maar de mout komt niet heel sterk naar voren. Er is zit meer karamelzoetheid. En een beetje. Nou, die geur van donkere mout komt dat komt sterker terug dan dat het in de smaak zit. Dus het is inderdaad veel hop. Je krijgt inderdaad citrus. Beetje ongedefinieerd. Als in, het is niet meteen dat je zegt, wow, dit is heftig citroen. Of wow, het is gigantisch sinaasappel. Of wow, het is heel erg mandarijntjes. Het zit een beetje gewoon citrus. Met misschien heel erg licht in de verte iets dat een beetje Dennis doet denken. Ja, een beetje sinaasappel. Toch. Verfrissend. Mooi bitter. Heel licht zoetje. Maar voornamelijk mooi bitter. En inderdaad een heel erg lekker verfrissend bier. En helemaal geen slechte alternatief voor de hogere alcoholbieren. Het is alleen, ja, gewoon, de body doet bij mij afbreuk. En ik denk dat als ik hem hier zo nu voor me heb staan. Als ik hem een cijfer zou moeten geven. En uiteraard, dat moeten we altijd. Maar denk ik dat ik voor een 3,25 ga. Dat lijkt heel erg laag, maar het is gewoon niet een heel erg overweldigend, overtuigend bier. En ik zou niet zeggen, dit wil ik altijd wel in huis hebben, want het is een geweldig, fantastisch, lekker doordrinkbaar bier. Nee, maar waar zie ik dit als een alternatief voor? Nou, dit vind ik een hartstikke leuk bier om in huis te hebben met een borrel, een feestje. Voor de mensen die zeggen, ik wil een bier met wat meer smaak dan alleen pils en toch iets lichter aan alcohol. Mensen die gewoon helemaal niet van, er zijn gewoon bierdrinkers die drinken helemaal geen pils. Het zijn gewoon inderdaad de biergeeks. Hoeven dat allemaal niet. Dan is dit een leuk alternatief. Lekker op een terrasje in de zomer denk ik dat deze beter tot zijn recht komt. Qua zijn hoppig profiel en zijn lichte, verfrissend karakter. Dan dat hij nu met, wat was het toen ik onderweg was naar huis? 3 graden? Zoiets? Nee. Nu als je de kleur ziet, dan verwacht je bijna een soort van, een beetje een amber ale, een beetje een red ale. Misschien een beetje meer moutzoetigheid. Ik ben geneigd om richting de 3,5 te gaan. Uit de 5. Laten we daar even duidelijk in zijn. Laten we zeggen dat we een 3,25 tot 3,5. Ik
Ik zal hem straks op Untappd wel de uiteindelijke score geven. Ik weet trouwens dat ik de laatste tijd wat vaker zeg. Kijk op mijn Untappd voor de uiteindelijke score. Weet je wat het is? Als ik een bier drink zonder te reviewen, dan ga ik ook niet naar 4-5 minuten meteen zeggen, dit is de score. Dan ben ik met een bepaald bier misschien wel een half uur, een uur, twee uur bezig. Dan weet je dan uiteindelijk, dit is wat ik hem als score helemaal geef. Soms heb je bieren die je in een review tegenkomt, die je denkt, ik weet het net niet. Ik moet een beetje op me laten inwerken. Vind ik hem 3,25, vind ik hem 3,5. Het hangt er net wat tussenin. Deze hangt er dus echt net tussenin. En ik weet nou niet precies als ik hem zo nu proef wat ik hem zou geven. En het is voornamelijk dat, wat ik het zei, het lichte mondgevoel dat hem heel erg afbrood doet en waarom ik hem 3,25 zou geven. Maar de smaken zijn gewoon niet verkeerd. Het is gewoon een lekker fris, hoppig biertje. En er zitten geen brouwfouten in, voor zover ik kan proeven. Ik proef niks waarvan ik denk, dit is een brouwfout. Er zitten geen groene appeltjes in, er zit geen botervettigheid in. Het is gewoon een goed bier. Het is alleen misschien net niet mijn smaakprofiel 100%. En ja, wederom het lichte mondgevoel. Dus we houden hem gewoon op een 3,25 tot 3,5. Maakt daar een 3,37, 375 van, hoe je het wil zeggen. Ja, dat is hem wel voor deze review. Er komen nog twee bieren aan van Heaps of Hops. Benieuwd wat dat gaat worden. En toen nog, ik weet niet wanneer, misschien dat ze al geweest zijn tegen de tijd dat je deze ziet. Maar ik heb nog twee mystery bieren staan van Gerben. Ik ben heel benieuwd wat die gaan doen. We gaan het merken. Dutch Beer Geek Gerben, nogmaals Gerben. Dutch Beer Geek / Gerben, nogmaals bedankt voor je. Dat was het voor deze review. Onderin de omschrijvingbox vind je, like de video. En als je de video echt leuk vond, abonneer op mijn kanaal. Onderin de omschrijvingbox vind je een link naar Dutch Beer Geek's kanaal. Op YouTube. Ook leuke beer reviews. Hij is een echte hophead. Dus over het algemeen zul je heel veel hoppy beers bij me vinden. Is dat je ding? Zeker even kijken. Je vindt ook links naar mijn Instagram en Untappd en mijn Facebookpagina. Vind je bieren die ik niet review, wel het een en ander over te zeggen heb. En ik zou zeggen tot de volgende review. Proost!